Welkom iedereen. We gaan vandaag kijken naar een vriendschappelijke wedstrijd. Naast me zit Jurie Mulder. Ik ben even ten Apel. Het belooft een mooie pot voetbal te worden hoor, tussen Norwich City en Tigre UANL. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Vandaag spelen ze 4-5-1. Dat is toch wel heel erg negatief. Ja, hij is heel defensief. Heeft het behoorlijk behouden. En ja, is een conservatieve manier van denken over voetbal. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. Deze formatie moet het vandaag gaan doen. 4-4-2. Nou, ik denk niet dat de tegenstander daar wakker van ligt, toch? Nee, natuurlijk niet. Het is echt de traditionele variant met twee buitenste middenvelders. Een controleur en een aanvallend ingestelde middenvelder. Dus het is een beetje in een ruit, zullen ze dan een beetje gaan spelen. Dus eventjes afwachten, Evert. Een van de meest sensationele wedstrijden qua scoreverloop dan wel, werd op Carrow Road gespeeld begin 2016. Kan jij je dat herinneren? Daar kan ik me niks van herinneren, Evert. Maar Norwich verloor met 5-4 van Liverpool en ze stonden eerst met 3-1 voor. Ah, dat was met die goal van Lallana in de allerlaatste minuut. Ja, sensationeel was dat. Al een uur voor het begin stond het stadion te trillen op zijn grondvesten. Gaan we het nu dan beleven? Nou, we zullen het zien. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Schietkans van dichtbij. Oh, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij heeft hem nog vast ook. Vargas. Valencia. Timo Pukki. Die paas wat onderschept. Vargas. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. In de buitenspelval gelokt. Komt dat schot? Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is eraf, Jurie. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. En hier is de aanvoerder van het elftal trefzeker. Ja, hij drukt echt de stempel op deze wedstrijd. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. En dat was de eerste van de wedstrijd. Vargas, Gignac. Die paas wordt doorzien.
Vargas. Javier Aquino. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Timo Pukki. Valencia. Guignac. Moet je dat zien? Valencia! Die bal gaat achter, dat wordt een corner. De bal wordt in de 16. Vargas! Dat was bijna een doelpunt uit die kopbal, maar de keeper zit er goed bij. Vol geraakt. En die komt op de lat, daar gaat het veld weer in. Dit kan heel gevaarlijk worden. Ik weet niet of ze een achterstand van 2 doelpunten goed hadden kunnen maken. Dus ze mogen het aluminium dankbaar zijn. Leitner, doelpunt via de paal. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken, want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo bedoeld, Evert? Maar hij gaat er wel lekker in. De goal vanuit een andere hoek. Valencia. Guignac. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen hoor. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. De verdediging stapt op het goede moment en zet de aanvallers buitenspel. Goed gezien van de arbitrage trouwens. Vargas. Schot gelost. En die hangt. Een groot gapend gat nu tussen de beide partijen. Ja, het verschil wordt nu wel erg groot. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Pizarro. Rodriguez. Valencia. Het schot. Hij zit erin.
Doelpunt nummer 2 voor hem vandaag. Daarmee tank je zelfvertrouwen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Pizarro. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Hugo Ayala. Die bal schiet te ver door. Op de wreef en een schot. De doelman redt de aanval op door. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Mogelijk een goede kans hier. Lekker geraakt. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hij krijgt hem op de slot. Gepakt door de keeper. Wat heeft hij voor ons in petto? Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Oh, knalhard schot. Geblokt, maar waar gaat die bal heen? Javier Aquino, Guignac. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Valencia. Guignac. De paas wordt eruit. Die verdedigers is hij kwijt. Komt dat schot? Nou, Juri, die had ik al geteld. Maar deze keeper laat zien dat hij nummer 1 is in zijn ploeg. Dat ziet er goed uit. Zo, die had iets heel moois in gedachten. Maar de uitvoering, die is toch echt een stuk minder, hoor. Ja, dit ziet er toch niet echt lekker uit, hè. Als je zo'n bal uit de lucht plukt, dan moet je hem wel goed raken. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Hij speelt de hele dag al goede passes. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Doelpoging. Dat. Hij schiet de bal op de lat. Een prima poging zojuist. Maar ja, dan moet het ook een beetje meezitten. De keeper komt goed uit en kan de bal pakken. Ja, maar ook die ballen moet je hebben even. Vargas. Valencia. Guignac. Demo Pukki. Doe maar, 4 minuten extra tijd. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Pizarro. Oh, prachtkans. Wat gaat hij doen? De hoekschop gaat zo genomen worden. De corner wordt diep getrapt.
Ja, met dit soort aanvallen, man, daar krijg je het publiek niet mee op de bank, hoor. Javier Aquino. De scheidsrechter constateert buitenspel. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen, hoor. De eerste helft zit erop en de tussenstand is zeer verrassend. Hij heeft een geweldige eerste helft gespeeld. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hat-trick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond, hoor. Goeie bal, hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Die bal is weg. Dat moet een doelpunt worden. Doelpunt! Wat een fantastische kopbal. En hij werkt hem er mooi uit met zijn hoofd, hoor. Hij scoort met een uitstekende kopbal. De keeper is kansloos. Dat is zijn tweede. Ze krijgen totaal geen grip op hem. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Vargas. Gignac. Daar zit de tegenstander tussen. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Oh, hij komt eraan. Wat een geweldige redding van de keeper. Het is wachten op de corner. De bal wordt voor het doel gebracht. De corner levert een schotkans op, maar geen goal. Maar toch, als ze zo blijven spelen, dan moet hij toch een keertje vallen. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Dit moet een goal worden. Zo mist hij ze niet elke dag. Hij neemt hem. De keeper grijpt in. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. De bal wordt in de 16 gepompt. De bal gaat over de achterlijn.
We nemen de prestaties van een van de uitblinkers onder de loep. Ja, hij waant zich vandaag in een schiettent. Ja, die doelman moet gek van hem worden. Hier zie je goed hoe hij het doel uit alle hoeken onder vuur neemt. En met succes. Prachtige doelpunten. Ze kiezen voor de lange variant. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Volgens mij heeft de doelman... Ja, dit gaat goed. Dat was bijna een hattrick, maar hij gaat er niet in. Ja, dat is wel jammer, want een hattrick score is toch geweldig. Hij heeft de tijd en de ruimte om de bal voor te zetten. De bal komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Ja! Tjonge jongen, zeg, hoe kun je zo hoog overschieten? Hij verliest de bal. Die verdedigers is hij kwijt. Die bal is voor de doelman. Ja, hij staat gewoon goed op te letten. Hij wordt opgejaagd op eigen helft. Vargas. Gignac. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Dan schiet hij. Krul. Oh, dat kan een dure fout worden. Pizarro. Gignac. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Nou, dat levert gevaar op zo'n schot. De doelman pakt de bal makkelijk. Die paas wordt onderschept. De verdediging stapt op het goede moment en zet de aanvallers buitenspel. Goed gezien van de arbitrage trouwens. De coach wil een wisselspeler in het veld brengen. Die bal is voor de tegenstander. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Hij zit erin. Twee goals maken is leuk, maar een hattrick is toch nog even heel veel leuker. Drie topgoals van een topspeler. En ja hoor, nummer drie van vandaag, dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Pizarro. Vargas. En nu scoren. Wat een verdediger op de bal gespeeld. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. Pizarro. Timo Pukki. Prima gestoken, zo lijkt het. De keeper raakt de bal op. Gignac. Bal nu in handen van de tegenstander. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren.
Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Vargas. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Er wordt meteen gejaagd om de bal te veroveren. Keeper moet even opletten. Het schot wordt geblokkeerd. Eens kijken of hij nog wat uit deze corner kan slepen. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applaus in de ontvangst te nemen. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Oh, dat kan een dure fout worden. De wedstrijd nadert zijn einde en ik kan rustig zeggen dat er één ploeg vanaf het begin de baas was. Rafael Carioca. Tim Klose. Die is er vandoor. Oh, leuk. De paas. Hij schiet. Daar is hij dan. Hij heeft een hattrick op zijn naam. En wat een geweldige doelpunten. Alle drie. Nummer 3. En dat maakt een hattrick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Juri. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat publiek horen. Dat vond hij ook. Maar toch moet hij plaats maken voor een teamgenoot. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. Die paas wordt doorzien. Gaat hij het nu doen? Die bal gaat recht naar de tegenstander. De bal gaat uit. Inworp. Tim Klose. Hij krijgt hem op de slot. Wat hebben ze die keeper gevoerd? Die keeper kan de nederlaag in ieder geval niet worden aangerekend. Die speelt gewoon een goede wedstrijd. Klopt, Evert. Helaas kan dat niet gezegd worden van de rest van het team. Die maken er een potje van. Het spel wordt goed breed gehouden. De keeper kan de bal zo oppakken. Ja, dat is een makkelijke bal. Timo Pukki. Oh, dat kan een dure fout worden. Ja hoor, buitenspel. Hij heeft het fantastisch gedaan vandaag hoor. Maar nu mag hij gaan douchen en zich gaan voorbereiden op de volgende pot. Terwijl het publiek hem uit volle borst toezingt. Hij gebruikt daar prima zijn lichaam om de bal bij zich te houden. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Oh, hij komt eraan! Buitenspel, daar zullen geen misverstanden over bestaan. Jammer hoe zo'n veelbelovende aanval in één keer teniet wordt gedaan. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Het verdient niet de schoonheidsprijs hoor, dit deed buitenspel, geen twijfel mogelijk, daar had meer in gezeten. Dat is toch een mooie kans die om zeep wordt geholpen. En het spel gaat weer de andere kant op. Met de bal.
Buitenspel en niet zo'n beetje ook. Scherp verdedigd. De aanvaller was gewoon te laat. Bal nu in handen van de tegenstander. Dit is Klose. Het balbezit is heel. En daar is het laatste fluitsignaal. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.